Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances. Ik ben aan het trippen hier zo. Ja joh, dat licht. Wow. Ja. Oké, okay, I got this. Ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Cupido. Dit is een programma waar wij twee mensen die het niet verwachten aan elkaar proberen te koppelen. En dat alles in naam van de liefde. We hebben al een date samengesteld, we zoeken alleen nog de mensen. Ja. En dat doen we deze week bij de Hogeschool van Amsterdam. En hopen dat het deze week iets beter gaat dan vorige week, want dat was niet echt een succes. Dat was niet echt een succes. Dus wij moeten beter ons best gaan doen. We moeten beter ons best gaan doen. Ja, nou laten we maar beginnen. Let's go, daar. Daar. Stop in the name of love. Hallo, alles hey, goed? Ja. Ben jij gelukkig in liefde? Nou, ik ben single. Dus je bent single? Ja. Oh nee, dat is eigenlijk niet leuk. Prima eigenlijk. Oh, je vindt dat prima? Ja. Mag ik jou wat vragen? Mag ik jou wat vragen? Nee, sorry, ik heb een les. Hallo. Hey. Nee, sorry, ik moet echt even doorlopen. Je moet dit is een kutsmoes. Ik word echt al twee keer echt hard afgewezen hier. Hallo, mag ik jou wat vragen? Misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar heb jij een vriendje? Nee. Ben jij op zoek naar een leuke jongeman? Nou ja, op zoek moet je nooit gaan, nee. Maar ik sta er wel altijd voor. Je staat er altijd voor open. Dus, stel je nou voor dat ik nu in één keer met jouw droomman aankom lopen, dan zou je daar natuurlijk geen nee tegen zeggen. Als jij weet wat mijn droomman is. Dat ga je me nu vertellen. Ja, nee, dat ja, zou ik geen nee zeggen. Dan ga ik jou even meenemen naar mijn collega, want die helpt mij vandaag. En dan gaan we voor jou de ideale man vinden. Oh, spannend. Spannend, kom maar mee. Dit is Anouk. Savannah, je hebt er een gevonden. Ik heb er een gevonden. Wat goed. Ja. Die is niet eens zo heel kieskeurig eigenlijk. Boven de 1,75, ouder dan 25. Uiterlijk maakt het allemaal niet zo heel erg uit. Een beetje stoer, een beetje een baardje. Dat dus mag, hoeft niet. Nou, hartstikke goed. Wat leuk dat je meedoet. Ja. Wij gaan op zoek naar een knappe vent. Ik moet mijn tactiek aanpassen, maar het is gewoon lastig. Mag ik jou wat vragen? Nee, ik moet naar school helaas. Sorry. Je moeder school, het is zo leuk! Het is zo leuk! Ik ga niet eens naar school. Ik word hier zo hard genaaid. Mag ik jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Hoe oud ben jij? Ik ben 23. 23, maar je ziet eruit 25, toch? Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Je hebt een baardje. Lekker man. Wat ga je doen? Ik ga naar huis. Je gaat naar huis. Wat ga je thuis doen? Ik ga lekker werken op mijn laptop. Ah, ja, dus je bent freelancer, dus je kan het ook op andere momenten natuurlijk invullen. Dus stel, jij gaat nu niet naar huis om te werken, je gaat iets maar anders iets doen. Maar iets leuks met jou doen. Ja, zo ongeveer. Ja, zo ongeveer. Dan. Nee, je gaat niks zo leuks met mij doen, maar je gaat iets leuks doen met een hele leuke dame. Okay. Die met haar droomman op date wil en jij voldoet aan alle eisen. Ja, zal ik even mijn AirPods uit doen? Ja, is wel zo netjes. Beleefd. Beleefd, stond niet op het lijstje, maar leuk. Je bent zorgzaam, want je ziet er verzorgd uit. Jij ook. Dankjewel. Kijk, en hij is compliment thuis. Nou, ik heb hem beter, denk ik. Hij voldoet meer aan de criteria. Ik heb een baard. Hij heeft een baard, hij niet. Savannah, even teamoverleg. Sorry, boys. Ik zag rechts. Ja, hij heeft een baard, hij is iets stoerder. Wel heel erg lullig voor hem, want hij had er wel heel veel zin in en een hele lief gast. Kunnen we dan niet voor hem de volgende keer een leuke chick vinden? We kunnen hem meenemen naar de volgende aflevering. Voor deze keer past hij toch wel beter bij het profiel dat we zoeken, maar jij mag volgende aflevering gewoon meedoen en dan mag jij je droomvrouw zelf uitkiezen. Okay. En dan gaan we nu met jou verder. Ja, dus jij gaat op date. Ja, ik zal jullie even alleen laten. Vertel, wat doe je? Een beetje muziek maken in de vrije tijd. Dus, wat gaaf. Ja. En wat voor muziek maak je? Een beetje hiphop. Cool. Ja, een beetje zingen. Leuk. Ik kan nu niet zingen bij autotune, want ja, ik ben een hedendaagse rapper, maar voor de rest wel prima. Ik ben benieuwd. Vind je rappen? Ja, heb je een beat? Ga beatboxen. Ja, ga door gedaan. To the late night, ik volg gewoon mijn dromen. Ik ben niet zo met idols, ik ben mee met mijn iconen. Iconisch, ik krijg alleen maar lobby, zeker Cody. Vrouwen, Nederlandse PS, nemen ADN en Sony. Deze moet je straks in gaan zetten bij die chick. De bedoeling is dat jij je date nog niet gaat zien. Dus ik heb een blinddoek voor je. Dat is niet het enige wat ik voor je heb. Ja. Want als jij natuurlijk op date gaat, moet je natuurlijk wel lekker ruiken. Dus ik heb hier een heerlijke parfum voor jou. Die gaan we even opdoen. Dan weet je zeker dat je lekker ruikt voor je date. Oeh. Nou, nu komt het goed. Ik heb er vertrouwen in nu. Goed zo. Dankjewel. Ja. Oh. Vind je het spannend? Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Heel goed. Doen we deze even op. Oh. Yes. Nou, ik zie helemaal niks. Hoeveel vingers steek ik op? Twee. Heel goed, jongen. We zijn er klaar voor. Let's go. Je hand even hier. Ja. Oh, hier. Ja. Kijk. Te ver naar boven, maar je moet wel op oh. Nee, bukken. Oh, ja, bukken. Hallo. Ja, oh, moet niet zitten. Moet zitten, nee. Nee. Okay. Ik dacht dat jij dit goed kon. Oh, lieverd, maar ik heb niet de andere kant. Maar lief, ben je oké? Okay? Hij zit, niks aan de hand. Ben je oké? Okay? Gaat het goed? Ja. Zie dan, last van de knie. Het is goed, het is goed. Er is niks aan de hand. Nou, jongens,
Wat was de eerste indruk? Nou ja, qua stem, om eerlijk te zijn, ja, leuk, I like it. Thanks. Ja. Jessica was dat? Nee, Anouk. Gezellig met Anouk. Yes, dus ik heb Stefano. Het klinkt als een goede volwassen stem, als een echt een man, een mannenstem. Hoe oud ben je eigenlijk? 25. Toch, Martijn? Ja, je bent 25. Mm. Wat zijn je plannen met kerst? Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen inderdaad? Nee, heb je nog een avondje vrij? Moeten jullie ergens anders afzetten of zo? Hebben we de date nog nodig? Kan je naar Almere rijden? Ik ga die zo meteen niet meer tussen komen. Die hebben zo meteen gewoon een blinddoek af. En, Die gaan niet naar ons luisteren hoor, die jongetjes. Nee. Kippen ze op voor je hoofd? Ja. Die tapje heel klein. En dan komt er een heel leuk momentje, want dan gaan jullie elkaar voor het eerst zien. Zo, nou jongens. We gaan aftellen en dan halen we jullie blinddoeken af. In 3, 2, 1, op. Zo. Hoi. Oh, hi. Stefano. Anouk. Ik ben aan de trip hier zo. Ja joh, dat licht. Ja, oké. Nou. Nou. Nice. Ik weet niet of ik in de kroeg zo snel op hem zou afstappen. Wow. Ja. Oké, I got it. Oh, ja, leef je weer? Ja, ik leef weer. Ik ben weer een beetje... Ja. Mijn eerste indruk, gezellige gesprekspartner. Qua uiterlijk niet per se hetgeen waar ik helemaal op zou vallen. Hi, gezellig. Dus wij hebben naast elkaar in de auto gezeten. Ja. Wat mooi, wat mooi. En jij hebt er nu ook heel veel zin in, want wij gaan... Pottenbakken. We gaan pottenbakken, leuk. Ik merkte in de auto wel dat ze echt een klik hadden. Ja, en toen de blinddoek afging... Dat was minder. Oké, nou, laten we het doen. Dus goed nat maken. Nou, heb je goed geslagen? Nat maken. Nat maken. Oké, ze zijn begonnen. Goed nat maken en heel hard slaan. Begint goed. Hoe vaak ben je bezig met muziek? Ja, minstens wel één dag per week, één avond per week wel gewoon teksten schrijven en ermee bezig zijn. Dan gewoon thuis of heb je echt... Ja, gewoon thuis en ik heb een vriend die is producer. Ja, maar nu gaan ze weer heel lang kak willen. Dat hebben we in de auto ook allemaal gedaan. Hoe moet wat gaan gebeuren? Ja. Ze moeten gewoon elkaar aanraken of zo. Dus misschien is het leuk om een kleistreep gewoon eventjes op zijn neus te doen. En kijken hoe hij daarop reageert. Dan is hij een beetje vies, maar... Oh! Ja, de ramen. Oh! Nee, niet te vol de hand. Nee! Nee! Hij slaat er gewoon. Je doet bij jou. En dit doe je bij mij. Nee, eerst bij jou. Doe maar. Ah, yes. Oké. Vouw er eentje. Oké, we gaan... Zo, alright. Hier zijn de soldaten die dit gaan doen. Dit fixen. En wat is jouw heftigste ervaring? Oh. Een trio. Een trio? Nou, oh, jeetje. Nee. Oké. Okay. Echt? Oh, ik ben het helemaal aan het opfokken. Mijn lijkt een beetje. Trio, that's nice. Dat heb ik nooit gedaan. Stefano, even achter haar gaan. Met je armen onderheen. Heel ja, goed. Dat is romantisch. Dit is het. Dit is wat zeg je maar, zeg maar dat ze lekker ruikt. Wat ruik je lekker? Heb je een, wat voor luchtje heb je op? Klein kusje op de wang nu, hè? Anouk, als jij je hoofd nu 180 graden kan draaien. Kijk maar. En dan zeggen, hi. Kom hier vaker. Hi, kom hier vaker. Poging 2. 180 graden draaien en dan, hi, kom hier vaker. Ze moeten hem aankijken. Anouk, kijk hem eens aan in de ogen. Vraag of je vader komt. Ik ben even... Oh. Godverdomme. We waren zo dichtbij. Kun je niet een stukje rappen voor haar? Een persoonlijke rap over haar. Een stukje rappen voor jou. Jij mag het bedenken. Oeh, daar gaan we. Money in mijn zakken en ik kan het met je delen. Ik wil het best wel hebben, maar je moet me ook wat geven. Breng het niet meer terug, shit, ik neem je voor een hele, ik wil meer dan dat en shit. We gaan met z'n tweeën naar de Paris. Ik weet niet wat ik doe, heb fantasie voor hele domme dingen en ik doe een ladidi, dat is een rijm. Weet niet zeker, maar ik doe die dingen fijn en we zitten hier te potten bakken, shit, ik doe het. Oh, lekker man. Thank lekker. You, echt heel nice. Nou, wat vond je ervan? Ik vond het een hele leuke date. Ja, dit is niet iets wat je heel snel doet op een eerste date. Lieverd, hoe was het? Ja, het was een hele leuke date. Ja, toch? Het zag er echt heel gezellig uit. Tof om te doen. Stefano, hoe was dit om te doen? Gezellig. Ik vond het een hele gezellige vibe. Vooral heel...
Gewoon geen stiltes, maar gewoon lekker, hè, met elkaar kunnen babbelen. Dat vond ik wel leuk. Ik heb een hele leuke date gehad en ik zou op zich wel een tweede date willen, gewoon gezellig. Nou, ik vond het ook echt heel gezellig, maar ik vind het niet echt verder een aantrekking of iets hebben, zeg maar. Ik vond het echt leuk om... Ja, om als, dit te doen, ja. Ja, en ook samen, met jou ook samen, ja. Echt leuk om te doen, maar echt een beetje die vrienden-vibe had ik, zeg maar. Mm-hmm. Had je ook een beetje die kant? Nou ja, wel gewoon een hele goede klik en ik zei ook goede... Wel gewoon gezellig. Ja, precies. Ja, voor mij is het niet per se een tweede date in die zin, nee. Maar ja, prima toch? I enjoyed myself. We hebben wel lekker gekleid. Dit was alweer de tweede aflevering van Cupido. En helaas is het weer niet gelukt. Het staat 2-0. Ja, dus tegen de liefde. De liefde is tegen ons. Misschien hadden we toch die andere moeten kiezen. Dat zei ik. Ja, ik ga voortaan nu naar jou luisteren. Heel goed. Beloofd. Wil jij nou ook zo lekker ruiken op je eerste date? Ga dan naar www.veronicatv.nl/cupido en maak kans op een jaarvoorraad aan replay geuren. Zo, wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? En wat ik ook nog wil is dat het volgende week wel lukt. Ja, en dat ligt weer helemaal aan ons. Dus ja. Iets meer pit. Ik hou hoop. Kom op. Kom op. We kunnen dit. We kunnen dit. Tot later. Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances.